Het wordt nog onuithoudbaar. In mijn 25 jaar in Heerie College heb ik nog nooit zoiets beleefd nie. Ik ga een eind maken aan Heerie duivelstreken. Dis nou maar zeker. Dis verregaande. Dingen ruk nou hand uit. Zulke dingen moet niet weer gebeuren nie. Een slechte geest is bezig om die oorhand in die college te krijgen. Ik ga hem in die kiem smoor. Ik is al lang al achterdochtig. Maar ik geloof niet, ik zal ver hoef te zoeken. Waar heb je het nou? Ik heb het geweerd. Jullie taart me is altijd uit. Ik zou nooit in die vrachtbal uitgeklimmen, is jullie gezegd. Ik is te vet om het te doen. Krijg daar die ding af. Ik ga die getuigenis vernietigen. Dit is daar vandaan gekomen. Kerels, hier komen we. Maak sporen. Allee! Jullie drie daar! Jullie drie zal mij alsjeblieft naar mijn kantoor toe volgen. Als het niet voor jullie was, niet, kon ik mij nou zalig genieten op die partijtje. Maar nu is het ons hier gehok. Ik laat mij eens al jemig door jullie ompraten om lauwe dingen aan te vangen. En dan leg ik omdat jullie mij al die lauwe dingen laat aanvangen. Jij leid? Wat van ons twee? Ons nooit is op die partij. Ik wou juist een naam voor Betty gevraagd om verloofd te raken aan mij. Ja, ik ook. Ik wou voor Rina gevraagd. Tien jullie tijd is ze al zeker dood bekommerd waar ik nog niet daar is. Arme Betty. Zij krijgt zeker vreselijk zwaar zonder jou. Jullie moeten lang geleden geweest zijn. Kom, ons gaan kijken. Dat is niet zo makkelijk als wat jij denkt. Betty heeft een oom wat toevallig die rector van die college is. En toevallig is hij ook die huisvader van hierdie koshuis. En die reden waarom ons niet vanavond op die partij is. En toevallig is hij ook Rina se voogd. Nogal ingewikkeld, nee? Ja. En om het erger te maken, moet altijd zijn toestemming krijgen voordat hij kan trouwen.
kos jou nie op die partytjie nie. Ons wag al julle aan vir julle. Jou dierbare oom soos gewoonlik. Hoef jy nie oor hom te bekommer nie, hy is na vergadering toe. Hy kom eers laat vanaand terug. Hoe weet jy? Ek het self hom die bestelling gemaak. Nou goed, ons is nou daar. Piet, jy moet wag staan. En as jy ook keer al terugkom, dan kom sê jy vir ons. Dit sal die dag wees, ek gaan saam partytjie toe. En wat wil jy daar gaan maak? Jy dan eers een nooi nie. Luister eens. Jy en Karel het elkeen een nooitje by hulle op verlief is. Ek is verlief op de scene. Ek het nie nodig om my te bekommer met een oentje wat een oom het, wat een rector is, of wat een voog het, nee. Nou weet julle wat? Die oentjes hou van my ook. Het julle geroep? Ja, hoor ek hier, Janie. Janie, ons gaan vir uit vir partijke toe. Blij hier zo, moet nie weggaan nie, en as jy een profie daar terugkom, dan kom roep je ons, hoor. Je kan vir koffie maak, maar moet in hemelsnaam nie aan die slaap raak, nie. Wat? Oh. Wacht net zo, Biki. Frans, leen mij half kroon. Wacht zo, Biki. Karel, leen mij half kroon. Wacht zo, Biki. Jannie, leen mij half kroon, jong. Dank je. Dank je. En je kan mijn kleed gaan doen. Bye, dank je. En nu, Karels, partijtje toe. Jou, ons gaan gauw uitvind. Skreeuw. Kruis. Munt. Daar gaan jullie. Oeh, Betty, mijn schat. Daar voor die klippe. Als je zo begint, hoe gaan het einde? Het mij baie voorkom of je niks mee omgeen nie. Ach nee, hoe kan je nou zoiets zeggen? Ik zeg het maar niet, kind. Ek is dol oor jou. En jy? Ek hou kop. Maar ek hou nogal daarvan. Nou luister. Ek stuit vir niks. En hierdie ding gaan my nie afsit nie. Wat is het, Karel? Moenie my in die rede val nie. Jy sien sake staan so. Ja, Karel. Wees toch ernstig, Betty. Binnenkort sal ons honderde myle van mekaar af wees. En dit kan dan jare duur voordat ek jou weer sien. Nou ja, dan sal jy moet opskit. Opskit met wat? Om mij te vragen met jou te trouw. Jij bedoelt? Werkelijk? O, Betty. O, zal natuurlijk mijn oom zijn toestemming moeten krijgen. Niet morgenochtend ga ik hem bijdammen. O, dat is niet zo makkelijk, niet? Hij zal zijn toestemming schriftelijk moeten geven. Hij zal zijn toestemming schriftelijk moeten geven. Ja, ik verstaan. Kom, zal ons loop? Goed. En hoe is het gegaan? Jij ook?
Jou profie behoort om nou te zien. Waar is hulle? Ik weet niet, professor. Wie het gesê, jy moet hier wacht? Piet Lou, professor. Ik kon zo dink. Alweer Piet Lou. Kom aan, Piet. Dat is nou jouw beurt. Kom, zing voor ons iets, man. Doe nou aan, Piet. Onthou wat jy gesê het. Jy hou van die noinkies en hou baie van jou. Blondes en rooies voor mij. En oorlijk is bij. Dat is ook moedig is, bang is, dat is kort is en lang is te krijgen. Dat sterk is en zwak is, dat wild is en mak is te krijgen. Dat is ook oud is en jong is, dat koud is en wat is meer zijn. Daar is Jannie nog steeds getrouw op zijn pos. Hij heeft dan in slaap geraakt op zijn pos. Kom eens, maak hem wakker. Nee, maar hem niet wakker maar niet. Ons eet is klaar. En als er een paar pitjes weer blijft, dan kan hij dat krijgen. Hij wil eens op zijn pos aan in slaap raken. Is maar goed dat je prof niet vroeg teruggekomen, nee? Wat mij betreft hoef je oud Drel nooit weer terug te komen. Nee. Hulle moet hem maar zijn groot toon aan een sputnik vastmaken, die oude swaap. Jij kan niet direct voor een swaap noemen, niet? Je kan er een swaap een rector noemen, niet? Nee, Piet, vat hier een gewas aan in zijn gezicht. Dit zal hem wakker maken. Ja, nee, dit zal hem wakker maken. Professor, papaya, professor. Ik denk die tijd het aangebreek om een voorbeeld van jullie te maken. Om te denken dat jij, Piet Lou, jij wat al zoveel jaren hier is. Om te denken dat jij die voorbok is wat hier die jong mannen verleidt. Maar... Omdat jij zoveel ouder is, volgen jou dood onschuldig. Voor mij om zo'n ernstige stap te nemen is bijzonder betreurenswaardig.
aangezien jij en Karel Verster binnen een maand zo klaargekregen. Ja, wat is het nou? Ik is jammer, professor. Ik weet u zal die omgaan als ik u stuur niet, want het is in verband met uw toespraak van vandaan. Als een paar woorden wat ik niet kan uitmaken. Ja, ja, natuurlijk, dat is bijna belangrijk. Wat er woorden? Dat is hartverscheurend voor mij om die vergadering mee te delen dat die stichting van ons voorgenomen insectenkundige faculteit tijdelijk opzij geschuift moet worden. Ja, daar zal geen geld door die provinciale administratie beschikbaar gesteld worden mee. O, ik zie administratie. Tenzij een of andere privaatskenker gevind kan worden, zal afgezien moet worden van die onderneming. Dank je, professor. Ik kon niet helpen om te horen, professor. En dit is vreselijke jammerte. Maar Piet heeft een baie rijk tante. En ik is zeker als zij genader wordt, zal zij die geld schenken. Zij schenkt al eeuwig geld aan allerhande inrichtings. Ja, professor, zij is bekend voor vrijgevigheid. Kijk hoe lang betaalt ze al voor Piet op je college. Het ik recht hoor. Is jouw tante filantroop? Nee, professor. Zij is opperman. Oh, ja, 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 natuurlijk, ja. Denk je, zij zal gewillig wezen om iets aan hierdie college te schenken? Ik zou niet kon zijn, nie, professor. Ik heb haar nog nooit gezien. Nie. Zij woont meeste van die tijd oor see. Kort na haar trouw is mijn oom oorlede en toen zij salon toe. Maar zij allerhande snaakse en aardige gogas verzamelen. U weet, professor, Ceylon. Waar die thee vandaan komt. Een thee? Oh, ja, 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 ja. Net nou. Waar is jouw tante nou? Op die ogenblik is ze met vakantie in Natal, professor. Natal, hè? Hoe lang zal zij daar wees? Ik zou werkelijk niet kon zijn, professor. Als zij zo geïnteresseerd is in insecten, denk jij zij zal genieën voelen om een schenking te maken aan ons insectenkundige faculteit? Ik is zeker zij zal, professor. Ja, ja, ik is zeker zij zal, professor. Daar is net iets wat ik onder je aandacht moet brengen, professor. Piet, zijn tante, heeft een baie zwak hart. En ik vrees, als hij moet horen in wat een benarde toestand Piet thans verkeert, zal het nadelig wees voor haar gezondheid. Wel, heren, met die oog op die feiten wat aan die lucht gekomen en natuurlijk die toestand van die dames hart, zal ik die positie in herziening nemen. Jullie kan maar gaan. Dank je, professor. Ja, professor. Baie dank je, professor. Kom hier. Wat de Josie hier nou aangevangen? Waarom heeft mijn tante nou die ding aangesleept? Wel, iemand moest iets gezegd. Je hebt op je punt gestaan om geschorst te worden. Omdat je ons in die moeilijkheid gebracht hebt. Ja, en je hebt dikwijls gezegd dat ze jou jottemaal zal onterven als je in die moeilijkheid raakt. Dus recht. Wel, nou is nog grotere moeilijkheid. Mijn tante is alles behalve vrijgevig. Ieder jaar moet ik haar zo wat om mijn studiegelden. Zij is vrekzinnig. Dus niet zinnigheid niet. Zij wil me het niet aan geld mors niet. Geachte mevrouw Opperman. Dit is mij bijna verheugd om van uw neef Piet Lou te vernemen dat u bije belang stel in insectenkunde. Een punt. Graag wil ik van een van je. Hallo, hoe is jij? Ik heb een dringende boodschap gekregen om jou te komen spreken. Dat is recht. Mijn oom is ook hoor voor Piet zijn tante. Hij heeft nou net een brief getekend waarin hij vraagt of hij kan komen bezoeken. Hij wil weten of volgende dinsdag gelezen zal zijn. Ik wil die adres van Piet krijgen. Wacht even. Ik kan u die adres geven. Hoe kan jij, dank je. Mevrouw Opperman, ik denk dat het moet even is. Uitkijk. Sabatani. De strek mooie rivier. Is zij werkelijk zo rijk en filantropisch? Wel, zij is rijk. En zij brief meldt hij dat haar neefje om vertellen dat zij zo rijk en filantropisch is. Wel, ik moest aan iets denken omdat hij het noorsen niet rijdt.
Ik het zo gedink. En waar gaan het als eindig? Jullie gaan jullie uit het ding beland. Ik moet bij die postbus bij je. Zal ik jullie allemaal via jouw post? Zal jij, dank je. Dat is een plezier. Zien jou weer. Al wat ons moet doen, is om jouw profie aan die lijntje te houden met die rijk tante van jou, per maand. Dat is die hele wereld recht. Hier is die brief wat die ouwe naar geschreven heeft. Wie zei jij, zal die weer schrijven, niet? Wat staan in die brief? Wie leest nog aan de mensen brieven? Hier laat ik zien. Ik kon zo dank. Haar dierbare neefje. Dat is nou ik. Hij heeft voor hem gezegd dat zij zo vreselijk, vreselijk filantropisch is. En mag je haar volgende dinsdag bezoeken. Zij zal alles achterkomen mij onterf. Ach, maar het maakt me zijn zaak niet. Zij zal misschien nou die brief krijgen, niet? Nee, hier die brief niet, maar hij is niet mankelijk, niet. Hij is hem eens weer schrijven. Ik heb nooit zo daaraan gedacht, niet? Heeft niemand de taal dat ons voor een uur of wat kan leren, niet? Maar hoe zal dit ons helpen? Al wat je hoeft te doen is om je rector te bezoeken en te zeggen dat ze dit zal overweeg. En weer te laten spat. Dit zal omstellen. Hij zal ons vreselijke overtreding vergeven en jullie kappen is onlangs. Je zal nooit iemand krijgen om dit voor jou te doen. Nee. Ik weet van iemand wat ik kan doen. Wie? Jij! Huh? Jij! Ik, ja! Hij? Ja! Nee! Je hebt al dikwijls die rollen gespeeld van vrouwen in toneelstukken. En je hoort helemaal gefloos. Ons kan makkelijk je kleren hier. Ik zal het niet doen. Nee. Nou, wat is nou zo moeilijk daaromtrent? 10 minuten in die rectorse kantoor met je rug naar die lucht toe. Hij zal jou nooit herkennen. Dit is al, dit is makkelijk. Het is makkelijk voor jullie om je ideeën te krijgen. Maar ik zei nog veel, ik zal het niet doen. Ik leg altijd hier jullie. Jij is een baie groter moeilijkheid als ons. Ons heeft niet een erfporsie om te verloren. Nie. En als jouw tante moet horen wat je jou nou begeven hebt, kan je maar je erfenis op je maag schrijven. Ik geef niet om, ik kan niet geld houden. Ik zei veel, ik zal het niet doen. Nie. Je zal? Ik zal niet. Jezelf? Ik zal niet. Jezelf? Ik zal niet. Jezelf? Hé, je is me snel aan, kerels. Wil je dat tweeling van mij in die rector zijn kantoor en die rector zei me dadelijk zo te komen. Goed. Ja, natuurlijk, professor. Enige vader zal ontsteld wezen als hij moet vernemen dat zijn zoon moeilijk geschorst gaan worden. Maar ik het juist voor u kom zeggen, professor, dat het voor mij financieel onmoeilijk is om hem langer op college te houden. Dus, hij zal in elk geval moeten weggaan. Maar dan weer moet ons erkennen dat ons allemaal jong was. En ik persoonlijk, professor, was maar altijd een pikje van een karnalie. Kom binnen. Dag, pa. Dag, sien. Wat is de snaakse dingen hoor ik van jou? Is het waar? Ja, pa, ik vrees het is. Wel, ons kan het niet nou hier bespreken, nie. Zal je ons verskoon, professor? Ja, zekerlijk. Ons zien elkaar teetijd. Kom binnen. Professor, hier is een dame om u te spreken. Dame?
Laat ze maar binnenkomen. Dadelijk herken. Mijn neef heeft een baie van u geschreven. Ik is mevrouw Opperman van Ceylon, waar die thee vandaan komt. Aangenaam. En ik is gekomen om mijn lieve neefie Pietie Lui te bezoeken. Maar mevrouw Opperman, het is een aangename verrassing. Een uiterst aangename verrassing. Ik heb net gisteren aan u geschreven. Of was dit eergisteren? Ik twijfel of die brief al gepost is. Nee, dit is niet. Dit is niet? Nee, dit is niet, want als het gepost geweest is, zou ik het gekregen. U ziet, ik ken die postbode. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Oh, Karel, gaan ze even Piet zijn tante is hier en hij moet dadelijk hierheen komen. Hij kan niet, kom niet, professor. Hij is in die bed, hij is een beetje grieperig. Ach, foei toch. Nee, laat staan om maar. Ik zal hem later gaan bezoeken. Goed, laat staan om dan maar, Karel. Des al, dankie. Goed, professor. Wel, professor. En hoe vorder mijn lieve neefie? Ik hoop goed. Mevrouw Opperman. Dit is nooit makkelijk voor een man van zijn ouderdom om hem aan te passen bij jong studenten, nee. En toen ik destijds ingewillig heb om hem als student in te schrijven, heb ik gehoopt dat zijn ouderdom hem zou helpen om een goede invloed op die jonge studenten uit te oefenen. Maar ik is bevreesd, mevrouw Opperman. U zal u moeten voorbereiden voor die ergste. Uw neef, mevrouw Opperman, het een slechte invloed in die college. Hij verlei van die andere studenten. Moet niks meer zijn, niet een woord verder, niet. Mijn hart, mijn hart. Hoe ik voel, ik ga een hartaanval krijgen. Hoe ik is zeker, ik ga een hartaanval krijgen. Mevrouw. Wacht, een beetje brandewijn, mevrouw, een beetje brandewijn. Oh, Betty, Betty, Betty. Oh, die vrouw is toch nooit hier, nee. Mevrouw. Huh? Oh, stenger, ja. Ah ja, hier mevrouw. Zo. Voel je nou een beetje beter mevrouw? Ik voel nu baie beter. Ik is zeker, ik voel nu beter. Oh, professor. Je moet toch nooit weer voor mij zulke dingen van mijn lieve neefie Pietie zijn. Als hij geschorst moet worden, kan dit mij dood kosten. Ja, ik is zeker, het kan mij dood kosten. U weet, professor, ik zal enige iets geven, liever als dat hij geschorst wordt. Enige iets. Ja, nu voel ik werkelijk beter. Maar, zei mij professor, die gebouwen, hij is nogal bij je ouderwets, is hij niet? Ja, mevrouw Opperman, maar ik vrees dat zal heel wat geld kosten om dit te moderniseren. Maar professor, wat kan dit nou kosten? 50.000, 60.000? Sommige kleine heggie. Maar mevrouw, 50.000 is genoeg voor ons nieuwe insectenkundige faculteit. En zet,
Wat een insectenkundige faculteit. Oh, mevrouw. Ik wil juist een beroep doen op uw bekende vrijgevigheid. Om ons te helpen. Om onze nieuwe insectenkundige faculteit tot stand te brengen. Op een andere tijd, professor. Op een andere tijd. Op die ogenblik kan ik net denken aan mijn lieve neefje Pietie en zijn grote moeilijkheid. En zijn twee loyale kamermaats. Ik moet Pietie nou dadelijk gaan bezoeken. Tot ziens, professor Anne. Denk maar weer daarover na, hè. Oh ja, mevrouw, ik zal. Met die weten dat hij ons mondelijk kan helpen, zal ik die zaken heroverwegen nemen. Ja, ik zal weer daarover nadenken. Ons zal het bespreken voor uw vertrek. Maar u blijft toch zeker voor ons jaarlijkse braaifeest vanavond niet waar, nee? O, ja, natuurlijk. Tot dusver was ik nog op allemaal. Ik moet er werkelijk gaan. Zal ik samen die gaan, mevrouw? Ik zou niet als ik hier was, niet, professor. Buitendien, ik zou hem graag alleen wel zien. U ziet, ik heb hem nog nooit van tevoren gezien, hè. Verster? Verster, kan u wijs waar zijn kamer is? Ja, professor. Wijs mevrouw Opperman waar Piet Leus zijn kamer is. En breng haar dan om thee te drinken. Goed, professor. Dank je, professor. En als je daarover nadenkt... Denk toch aan mijn hart. Tiddle, tot die tijd. Los mij! Wie wil jullie om een dame ordentelijk te behandelen? Wel, hoe dit gegaan? Wat heb je gezegd? Kon je dan recht ploei? Nee. Maar, heb je een Franse sigaren gekregen? Eén voor jou. Eén voor jou. En één voor mij. Maar jullie denken voor niets gaan zo makkelijk weer zijn zaak recht te ploei. Wat? Hij gaat niet eens die zaak hier denken. En ik waarborg niks. Nee. Dan moet je die ook bewerken. Niet als ik het kan verhelpen, niet. Ik raak niet aan om te harken. Jij zal moed. Ons kan die zaken zo laten staan. Nie. Dat helpt niet om te argumenteren. Nie. Ik is klaar met die hele affaire. Je hebt gezegd 10 minuten in die profische kamer met mijn rug naar die lucht toe. Kom hier. Hier. Ja, los mij net. Los mij net. Maar nu vergeet niet. Ik heb de theebestelling met die profi. Laat ik je bekendstellen aan Koldau Boerta. Aangenaam. Aangenaam. En die tier zal nu hier wezen. O, kolonel, mevrouw Opperman, help ons dan met die geld voor die nieuwe insectenkundige faculteit. Is dit zo, mevrouw? Wel, kolonel, u weet hoe dit is. Mijn oude man heeft mij zo baie geld nagelaten. Dat ik gevoel het, ik kan niet beter doen. Als om dit aan verdienstelijke zaken te besteden. En weet u, van dat ik zo bij je uitgeef,
Nou stroom dit eenvoudig in. En dit nou, dat ik niet eens een man heb om er te helpen spandeer nu. Ja, kom, laat ons zitten, mevrouw. Cornel, zal je alsjeblieft daar gaan zitten. Mevrouw Oppermans aankomst hier vandaag is een groot verrassing. Ja, professor. Die leven is vol verrassings. Oh, het is toch jammer, mevrouw. Jammer toch, nee. Au! Koei! Wat maak je? Ons gaan een om thee te drinken. Nee, wacht. Kom, luister eerst hier. Kom. Ons het nou nog meer als ooit tevore my oom se skriftelike toestemming nodig. Hoe bedoel jy? Betty het iets gekry. Ja, ek het 'n dokument gekry waar dit staan. Ek het nie tyd gehad om alles te lees nie. Daar staan dat my oom die volle gebruik het van Rina en ek se geld totdat ons die dag trou. Wat sê jy daar? Wil jy vir my sê dat hy nie net sy toestemming moet gee as jy wil trou nie, maar boonop die gebruik van julle geld het totdat jy eendag trou? Wel, ja, totdat ons mondig is. Ek gaan wag tot jy 21 is nie. Ons sal 'n plan maak. Wat ga je doen? Doe maar, ons zal een plan maken. Dus net zei dat ze ons zal een plan maken. Kom, ik ga druk hier. Is dat nog thee, kolonel? Nee, dat is nog niet gekomen, nie, maar ik geloof niet zo lang geweest. Nie. Frans, kom ik hier. Schoon mij oomlik, maar. Zeker. Mijn enigste bloedverwant is mijn lieve klein neefie, Pietje. Oh ja, natuurlijk. En hoe gaat het met hem nou? Ik hoef niet eens iets ernstigs mee. Nee, ik geloof niet eens iets ernstigs, nee, professor. Maar ik heb hem gezegd met vandaag rust. Ik denk het zal het beste wees als ons hem vandaag niet weer stuur, nee. Nee, ons is ook dat hij niet weer gestuurd wordt, nee. En zeg toch maar net, als daar iets is wat hij graag wil hij moet krijgen. Mag eens binnen, kom? Ja, kom binnen. Ja, kom maar gerust binnen. Laat ik jullie bekendstellen. Mijn nichtje Betty. Aangenaam. En mijn pleegkind Rina. Aangenaam. Mevrouw Opperman, Piet zijn tante. Mevrouw Opperman? Ja, mijn kind, een groot verrassing. Mevrouw Opperman is hier aangekomen terwijl mijn brief nog op pad was naar haar toe. Ja, maar kom, zit maar. Die thee zal nou hier wees. Nee, wacht, professor. Ik wil dat die jong dames moet bij mij zitten. Kom, meisjes, kom, zit bij mij. En zei mij, is alle jong nooitjes in hierdie kontrei zo mooi als jullie tweekies? Kijk, Sien. Ik heb jou gezegd dat ik niet kan bekostigen om jou langer op college te houden. Maar ik denk, ik maak daar ook nog een plan. Ja, ik meen, ik heb er iets bij gevind. Gaan pa die geld ergens leen? Nee. Kijk, ik is oud, maar nog niet koud niet. En ik meen, ik zie daar een weer kaas voor je dan. Ik ga met een skatrijk dame trouw. Oeh, ik verstaan. Pa had verliefd geraakt op een of ander mooi jongen. Nee, kijk. Zij is niet nog eens mooi niet. En ook niet meer zo jong niet. Maar zij daarom één ding in haar guns. Geld. Dus daarom dat hij een professor zo maar draait. Om die waarheid te zeggen, ik denk hij het zelf ook op haar. Maar pa, pa bedoelt toch niet? Mevrouw Opperman niet? Hoe kom niet? Ik is niet gebrekkelijk niet. Hoe kom lijk je zo verbaasd? Ik is nog heel te maar jong genoeg om weer te trouwen. Ja pa, ik weet maar, het is onmoendelijk. Dat is maar wat jij denkt. Jij kent je eigen pa nog maar slecht jong. Ik ga net voor mij recht maken. Een bosje bloemen ergens niet aan krijg. En dan zie je zien je pa daar jouw semelbroek koud zit. Frans! Man, ons wil iets moeten doen omtrent Piet. Jij moest gezien toch aan het keren met Betty. Hij is bezig om hier die tantespelerij van hem uit te bijten. Ach man, dat is nog niks. Daar gaan baie erger dinge as dit gebeur. Wat se erger dinge? Pa wil vlerk sleep by Piet se tante. Blaas my koud. Goeie genug, nou dis vir jou 'n ding. Het jy nie probeer wegkeer nie? Nee man, jy ken vir pa.
Hij is een rechte ou harde kop. Niemand zal hem van zijn plan laten afzien. Hij is juist nu weg om hem te gaan skeer en recht te maken, want hij is vastberaden dat hij ou profie hem niet moet coachen. Wat maken we nou? Ons moet Piet maar zeker waarschuwen dat hij een huwelijksaanbod te wachten kan wees. Kom binnen, kom binnen. Die dame zal nou hier wees. Waar is hulle, professor? Hulle is naar die... hulle het... Dit was de eindige enige. Ik wonder wat de klimmensen zullen zeggen als ze weet wat ik zie. En nou zal ik je niet vertellen. Dat was één keer een handelsreiziger. Nee, Chance, alsjeblieft. Daar is niet veel tijd. En ik wil iets paar belangrijks met u bespreken. Hoe zit u de hulp nodig? Rechter! Wat is dit? Wel, zie ik in... Ik begrijp wel al te goed. Jij en Karel is verliefd en jullie wil trouwen. Dat is recht, tante. Frans en ik ook. Ons moet mij voor zijn toestemming krijgen. Ons kan niet zonder zijn goedkeuring trouwen. Hoe jullie dierbare dingetjes. Ik wens jullie alles van die beste toe. Mijn oom is een baie moeilijke man. Hij vergeet soms wat hij gezegd. Om te verhoeden dat hij niet van plan verandert, zal ons zijn toestemming schriftelijk moeten krijgen. Tante, was u al ooit verliefd? Wie, ik? Baie keer al mijn poppie. Dan weet u wat het is en hoe het voelt. Maar natuurlijk, ik wil het hè. Is Maas als het die? Dank je, Abramse. Maaste, ik heb niet geweet of Maaste wou Maaste se tea en Maaste se fancy wit teapot wou gehad het, of Maaste se fancy bonte ene, Maaste. Toe breng ik al twee Maaste, Maaste se wit ene en Maaste se fancy bonte ene, Maaste. Ja. Maaste, ik is jammer die tea is laat, Maaste, maar dat was vandaag alweer die melkie. Ja, goed. Hoe steen dan op je? Ik zal dit voor ons doen. Mijn dierbaarste poppies, ik zal mijn best doen. En ik kan jullie verzeker, dat zal mijn heel beste best wezen. Baie dankie. Als we snel terug gaan, zal ons elders gaan teden om voor een bij oom alleen. Juhu. Wat bekeer jullie? Hoe kom jullie zo voort? Nee, dat is niks. Geheel en al niks. Natuurlijk is het zomaar niks. Waarover kan hulle twee nou kwaad wees? Twee zulke gezonde jongmans met een hele toekomst voor hulle. Ah, ik zie uiteindelijk het die thee gekomen. U weet, professor, in Ceylon, waar die thee vandaan komt, bedoelde dit baie ratser. Kom jullie, ons gaan elders thee drinken. Kom. Zal ik moeder wees? Oh nee, toe maar mevrouw, ik zal skink. U is zeker moeg na uw reis. Oh nee, professor, ik is glad niet moeg nie. U moet onthou, ik is geen gewone vrouw, meis nie. Laat die thema zo een beetje trek. O mevrouw, daar is iets op mijn hart en ik wil ontslaan raak daarvan. O professor, lei u aan winde. Laat ik je helpen. Nee, mevrouw, nee. Het is niet een lichamelijke leiding, nee. Het is een leiding wat u zo makkelijk kan verhelpen. Rechter. Ja, mevrouw. Als een wevenaar is mijn leven maar eenzaam en droef. Maar nu heeft een goede engeltje gekomen. En nieuwe leven en hoop en liefde gebracht. Ah, mevrouw. U hebt het in uw macht om u de gelukkigste man op aarde te maken. Waarlijk, maar professor, u hebt ook in uw macht om zekere mensen gelukkig te maken. O, mijn vrouw, ik heb nooit kon dromen. Ja, professor, u nichtje en uw pleegkind wil graag trouw. Maar het is zo goed dat we niet willen doen zonder u toestemming. En ik heb beloofd om dit voor te krijgen.
Je gaat mij toch niet weier nie. Maar dit moet schriftelijk wees. Oh, mevrouw. Die geringste wens is voor mij een opdracht. Maar moet nie nou dat ons oor hulle praat nie. Ons het nie veel tijd nie. Ons is zo min alleen. En ik wil graag... Mag ik binnenkom? Ah, kolonel, u is net betijds. Ons gaan net thee drinken. Professor, zal u daar zitten? Dank u. En kolonel, zit u hier? Dank u. In het salon waar die thee vandaan komt, is ons bij gestel daarop hoe ons thee gemaakt wordt. Was jij ooit in het salon, kolonel? Wat moet hier in de tijd? Niks, lieve vrouw. Je hebt net maar per ongeluk een beetje thee op mij geskinken. Het ik, waar? Oh, professor. Ik is vreselijk jammer. Laat ik je helpen. Oh, dat is niks wat mevrouw, net maar een beetje thee. Ach, de professor, laat ik je helpen. Het is rechtig niks om bekommerd door te wezen, mevrouw. Maar je broek is nat. Nee, alsjeblieft, mevrouw, dat is niet nodig, nee. Ach, professor, laat ik je afdrogen. Nee, alsjeblieft toch niet, mevrouw. Verschoon mij toch alsjeblieft weg. Ik moet andere kleren gaan aantrekken. En nu kan ons twee keer zeker een beetje thee drinken. O, kolonel, is daar die bloemen voor mij? Ik verdien natuurlijk baie beter, maar dat is al wat ik inderdaad niet aan kon krijgen. Oeh, ik denk, het is lieflijk. Mevrouw, ik heb gesmacht naar jullie oomblik. Ik wil graag met u gesels. O, kolonel, u laat mij bloes. Nee, rechtig, mevrouw. Wat ik wil zeggen is baie belangrijk. Nou, praat dan, kolonel. En praat gauw, want ik sterf om te weten. Mevrouw Opperman, zeg mij, hoe lijk ik voor u? Hoe lijk u voor mij? Weet, ik weet niet precies niet. Maar je lijkt zoals je lijkt, als je zo lijkt, lijkt je niet, kolonel. Mevrouw. Wil je niet een keer samen met mij in die tuin gaan stappen, nee? Graag, kolonel. Ha, jullie, mijn theetijd is voorbij. Ik moet lopen. Ik kom samen. Zien jullie later. Mevrouw, ik verzeker u dat in hierdie boezem van mij een warm hart klopt. Warm, nee? Mevrouw, weet u hoe ik op hierdie oomblik voel? Zo werkelijk niet kan zijn, nie, kolonel. Zoals een eenzame reiziger in die woestijn, wat een tere blommetje zien bloeien. Hierdie blommetje betekent oneindig veel voor hom. Baie jaren zoek hy al daarna. Hou je van tuin maar, kolonel? Mevrouw, weet u wat een man wat eenzaam in die woestijn dwaal meer als enig iets anders begeert? Als ik ze moest raai, kolonel, zou ik ze... Een koude bier. Wel, ja, moeilijk. Een blom. Een prachtige, lieflijke blom. Om kleer aan een vaal leven te verleen. Daar is weer wat ding. In hierdie warm hart van mij zal die blom welig groeien en floreer. Maar zal al daar die het om laat verlet nie? Ach, mevrouw, moet niet zo koel wees, nie. Lieve klein blommetje, denk aan mij.
Kolonel! Heb ik iets gezegd wat die aanstoot hier, mevrouw? Kolonel, dit spijt mij waternat. Maar wat u begeert is ganskelijk onmondelijk. Onmondelijk? En nou? Wat me keer, mevrouw? Nee, kolonel. U weet, ik is geen gewone vrouw, mens niet. Ach, kom nou, mevrouw. Nee, kolonel. Het is me die grootste leedwezen wat ik dit moet herkennen. Wel, moet ik aannemen dat mijn huwelijksaanbod van die hand geweest is. Wil u niet weer daarover nadenken, mevrouw? Nou ja. Baie dankie voor die bekoorlijke gezelschap. En ik bid u vaarwel. Cheerio, kolonel. En ik hoop je krijgt een blommetje om te pluk. Die ouwe haan. Hoe kom ik jy so'n swaap gemaakt van mijn pa? Ik heb niet een swaap van jou swaap gemaakt, niet jou swaap. Hoe kom jy om niet kort gevat en sommer dadelijk een huwelijksaanbod van die hand geweest nie? Nou, hoe kan ik zijn huwelijksaanbod van die hand wijs voor hij dat nog gemaakt heeft? Geen dame kan dit doen, hè? Ik moet voorzichtig wezen wat ik doe. Telke land ik nog in die echtscheidingshof. Ah, mevrouw Opperman. Die profi, verdamp jullie twee. Ah, mevrouw, ik heb oerhout gezocht voor u. O, professor, u moest het niet gedoen het, nee. Ah, mevrouw, kan ons niet een plekje zoeken wat meer afgezonderd is, nee. Zekerlijk. Van As, vind uit waar je meneer Piet Lou kan krijgen. En als je hem krijgt, zeg hem dat zijn tante van Salon is hier en wil hem graag spreken. Jy sal my ergens in die tuin vind. Goed, mevrouw. Wacht even hier, Van As. Hier is iemand wat ons misschien kan helpen. Verskoon mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Verskoon mij, meneer, maar misschien kan u mij helpen. Ik zoek naar mijn neefie. Als u zoekt naar iemand, kan mijn zoon u moeilijk helpen. Hij woont ook hier. Frans Botha. Botha? Botha? Wel, meneer Botha. Het lijkt voor mij of ik een beter geheer heb dan u. Mevrouw, daar roer iets. Maar het is net of ik niet kan helderheid krijgen. Zo gaat het met de jong man wat beloven. Net om gauw weer alles te vergeten, hè? Nee, dat kan niet wezen, nee. Die naam was... Het is op het punt van mijn tong. Mijn noois van was Lou. O ja, Francina Lou. Een levende leven. En beschouw haar. Nog net zo mooi en bekoorlijk zoals altijd. En Koos Botha zijn nog steeds die vleiendste dingen. Is ik blij om jou weer te zien. Zeg mij, hoe die leven jou behandelt. Wonderlijk goed te oordeel naar jouw voorkomst. Wel, ik heb ook getrouwd. Maar mijn man is kort na ons huwelijk oorleden. En nu is ik alleen in de wereld. Mijn naaste bloedverwant is mijn neefje wat hier op college is. Ik zou graag mijn zoon aan jou willen bekendstellen, Francina. Ik zou graag met hem wel kennis maken. Hij is hier ergens rond, samen met de maat van hem. Hij onthaalt twee jong dames en een kamermaatse tante van Salon af. Tante? Van Salon af? Ja, en mevrouw Opperman. Een baie indrukwekkende dame. Ik moet jou aan haar voorstellen. Ja, ik zou haar baie graag wel ontmoet. Je zei, zij is een mevrouw Opperman van Salon. Ja, Francina. Terloops, zeg mij, wat is jouw getrouwde van? Mijne, Morka. Was zo. Zeg mij, is je niet les voor een kopje thee, nee? Dat zal heerlijk smaken. Misschien kan je mij dan bekendstellen aan mevrouw Opperman. Ach nee, mevrouw, moet het alsjeblieft niet zo zijn, nee. Ik herhaal, ik is baie ontevreden met u. Ach nee, alsjeblieft, moet het alsjeblieft niet zulke dingen zijn, nee. U hebt een belofte gemaakt. Een belofte gemaakt? Ja, en beloftes maken schuld. Oeh, ja, maar echt het schandelijk vergeten. Herinner mij alsjeblieft, mevrouw. Die had beloven om u toestemming te geven tot die twee dochters zijn huwelijk. Ach, mijn lieve mevrouw. Hoe kan u nou daarover wel praten? Als ons zo baie het om van elkaar te zeggen. En wat het ons om voor elkaar te zeggen? Mijn lieve mevrouw, ik smeek u. Luister naar mij. Hoe fluister, ik luister. Al twee mijn oren staan bak.
Ik kan het niet begrijpen. Nie. En die tijd gaan voorbij. Nee, ik is nog glad niet tevreden met u niet. En ik zei niet woord verder voordat u uw belofte nagekomen hebt. Nee. Oh, genade. Is dit al wat u begeert? Mijn lieve rector, het is die Alpha en die Omega. Die begin en die einde van die hele story. En dan zal ons elkaar beter leren kennen. Dan zal ons elkaar beter leren kennen. Joël Steen. Excuus? Nee, ik zei het. Joël Steen. Mevrouw, wat is hier? Voel je ziek? Nee. Nee, dat is de zomer niks. Is net zo een beetje warm hier onder. Mevrouw, warm? Ik had gedacht dat het een beetje koel. Oh, mevrouw, kan ik je helpen? U weet hoe dit is, professor. Ik is die weduwe van een boer wat al dit jong peren geleerd heeft. Twee van mijn opa's was de jockeys. En hoe graag nog? Je wilt vertoeven. Moet je mij verschoenen? Ik moet nou rechtig gaan. Luister, ik heb met Betty gepraat en ons heeft besluit om te trouwen. Maar die oude profie is die boomstomp in ons pad. Is dit zo? Hulle moet mijn toestemming krijgen om te trouwen of hulle is hulle erfenis kwijt. En dit rus op jou om die toestemming te krijgen. Kijk eens, als ik het recht krijg om die toestemming te krijgen, dan doe ik het terwille van die nooiers. Niet terwille van jullie twee, niet. Maar mijn leven is niet meer veilig, niet. Die oude profie wordt nou skoonbroes. Weet hulle wat zei hy voor mij? Wat? Nee, ik zal het liefst niet zijn, jongens, nog te jonk en te nat achter die oren. Luister. Jij kan maken wat je wil, maar je moet je gedragen als een ordentelijke dame. Dat is nu maar zeker. Ik hou niks van die losbandige manieren van jou niet. Kijk, als jullie van die manieren waarop ik het doe niet, dan trek ik jullie kleren uit en dan kan je dat zelf doen. Bouw nou een volk met de volksmoeder zoals jullie in. Jezus, schande voor ons volk, man. Ik zeg maar, als jullie van hun niet, dan kan je dat zelf doen. Ja. Nu laat je vrienden niet stuk. Wat is wat vriend is jij? Kijk hier, kerels. Jullie denken ze een grap. Maar ik is nou net tot hier bij mij strak toe vol voor die hele affaire. Maar aan de andere kant weer. Ik doe het net terwille van die nooitjes. Ik het hulle beloven. O, Probi? Hier kom ik. Mevrouw. Mevrouw, 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 luister naar mij, mevrouw. Jij is me eerst met pang. Thank you.
Mevrouw Opperman. Kopie thee, mevrouw. Ja, graag. Baie dankie, kolonel. Laat ik je bekendstel. Mevrouw Morkel, mevrouw Opperman van Ceylon. Baie aangename kennismaking, mevrouw. Aangenaam. Ik wou u dolgraag ontmoeten. Rechtig, mevrouw Morkel. Ja, klinkt mijn naam niet voor u bekend, niet? Morkel, Morkel? Ja, nogal. Ah, raak die springbok niet waar, niet? Ja, moeilijk. Maar ik heb die oorlede man baie goed gekend. Waarlijk? Ik bedoel, waarlijk. Is hij zeker dat het dezelfde man is? Misschien ik. Ik kom van Ceylon of waar die thee. Ik bedoel, je verwar mij niet met iemand anders? Nee, glad niet. Oh. Integendeel, alles staat mij baie helder voor de geest. Zo blij. Ik zou zo graag nog over u oorlede man wou gesels het. O, God. Excuus? Nee, ik zei zomaar, dat is gaaf. Zeg van mij, waaraan is hij zo skielik oorlede? Wel, gebrek aan asem, mevrouw. Oorrechtig. Ja, verbeel je. Toen is zijn laatste asem uitblaas. Is hij een. Voel toch goed treurig. Ja, is dit niet. Mm. Net. En hij skop je immer. Uw man had een baie sprankelende geest gehad, het hij niet? Ja, maar somtijds heeft hij te veel gesprank. Mevrouw Opperman. O, professor, ik ben nu net gekomen. Ik is feitelijk op pad. O, verskoon mij alsjeblieft. O, professor, hier kom ik. Hier is ik en hier is die document. Ah, eindelijk. Ja, daar is het, mijn engel. Dank je, professor. Noem mij Doency. Wat is pikfijn, Doency? En kan ik maar nu die ja-woord aanvaarden? Ja, je kan hem maar de hele affaire bekend, maar Doency. En nu, ga ik mij net gaan een beetje opknappen. Ah, die professor. Laat ik je bekendstellen. Professor Stein, mevrouw Morkel. Wij het je kennen? Wel, kolonel, ik kan mij geluk wensen. Hoe kom? Ik is de gelukkigste man in de wereld. Ja, almoes van een getuige wees van mijn groot geluk. Ik vertrouw, ik kom naar ons jaarlijkse bruidsfeest vanavond. Verschoon me toch eens een beetje. Had het omhoor gekom? Ik, karai. Hij heeft mevrouw Opperman gevraagd met om te trouw. Zo, o karnali. Denk je, zei het ja gezegd? Ik denk dus wat gebeuren. Is je spijt? Nee, glad niet. Begeer je niet haar miljoenen niet? Echt? Hmm. Niet voor één ogenblik, nee. Vooral niet nu dat ik jou weer gezien heb. Bedoel je dat jij arme weduwee zoals ik verkies boe haar met al haar geld? Geld maakt een mens niet gelukkig. Dank je. Ik voel geëerd. Baie geëerd. Mare wonke, mare tani, mare sani dao. Sani et van later al haar onder bij die dam. Ja, wonke, ja. Kom dans, morgen is daar minder kans. Moet nou niet steenie, en moet ook niet vreenie, want daar is mijn kans op een dans. Krijg nou jongenkie de slank, iets doen is beter als praat. Stoot recht jouw kleefie, en wat om haar leefie, en
wals me die vloer met jou maar. Draai, 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 vroeg je die nooit eens te draai. Draai, 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 kom ons door die eerste hand kraai. Draai, 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 vroeg je die nooit eens te en heren, dus te danken aan mevrouw Oppermanse invloed dat ik toestemming gegeven voor mijn nichtje om met meneer Karel Verster en mijn pleegkind om met meneer Frans Boerte te trouwen. En nu, dames en heren, heb ik een baie belangrijke aankondiging om te maken. Ja, een uiterst belangrijke aankondiging. En dit is dat ik binnen enige dag met mevrouw Opperman in uw huwelijk ga treden. Wat die duivel vang die nou aan? Nee, moet niet worden, nee, mazen. Nee, mazen, want is net de exit, mazen. En niet te zeggen, of de oor, mazen. Exit is wel happy in the best regulated families. En hier is je wat nog, wat nog. Een keer aan maas, een keer. Daar is die borreltje, zit nog zijn proppertje. Hij heeft niks voor gekomen. Hij is nog een okay, master. Kan jij nog niet een skinkboord draaien? Of course, ja, master. Maar ik schrik daarom groot als ik wat maas praat van wedding bells. Hoe praat? Dat er niks met jou uit te wijnen. Maar maas, Piet trek altijd aan zoals een vrouwmens, maas. En dat wil niet zeggen dat maas met mijn baas Piet kan trouwen. Wil jij mij vertellen dat ik voor die gek gehou is? Dis laag en achterbaks. Geef mij mijn document terug. Dis die afpersing verkry. Nee. Dis nou mijne. Dis onze. Geef hier om. Hier, die document is onder valse voorwensels verkry. Dit is gegee in ruil voor een groot som geld. Genoeg geld voor ons nieuwe faculteit. En nu is daar geen geld nie. Verskoon mij alsjeblieft. Maar wie sê daar is nie geld nie? Mevrou, sal u asseblief u neus hier uithou? U het absoluut niks hiermee te maken. Dit spyt my om u so te moet ontnuchter, professor. Maar dat het wel degelijk baie met my te maken. Oh? Ja, professor. Hierdie document is aan mevrou Opperman geadresseer, nie waar nie? Mevrou, ek kan nie sien hoe dit u raak nie. Wel, ek is mevrou Opperman. Dus, hierdie document wat voor mevrouw Opperman bedoeld was, het nou bij zijn rechte bestemming uitgekomen. Ja, dat is recht, Koos. Ik is mevrouw Opperman van Ceylon. Piet's tante. Ach, professor, moet niet voor Piet kwaad wees nie. Hij het niet voor ons gedoen. En nou, professor, voordat u drastisch optreedt tegenover mijn neefie, wil ik u meedeel dat ik alle geldelijke beloftes wat aan u gemaakt is, zal nakomen. Uw insectenkundige faculteit zal ik krijgen en die ook college zal helemaal moderniseerd worden. Dankie mevrouw, baie dankie. En het spijt me innig dat ik flussies zo onbeskof was. Baie dankie. En nou mevrouw, zal u zo vriendelijk wees om mij toe te laten om met uw dierbare neefie af te handelen. Op mijn eigen bijzondere manier. Kom hier! Oh,
juffrouw. Morgen, meneer Vivier. Dank je. U die post begint, meneer Vivier. Oh, werkelijk ja. Dank je. Beste. Tot ziens. Anne is ingeschreven. Hij gaat stel een borst toe. Maar dat is prachtig. Jammer dat hij een paar jaar ouder is dan de meeste andere eerstejaars. Maar als kon het moest niet bekostigen om hem eerder universiteit toe te sturen, hè? Dit geeft mij maar min tijd om zijn kleren recht te krijgen. Ons zal daarom voor hem nog een paar goedjes moet bijkopen. Hij heeft genoeg kleren. En ons kan hij geld mors niet. Die kant moet kleren, hè. Je onthoudt hoe jaloers je altijd op een potische kleren was. Jaloerse voet, o potty. Met al zijn spoggerige kleren zou je toch nooit met hem getrouwd niet. Buitendien Andries kan niet universiteit doen om te vreden. Nee, maar zei nou, ik krijg die rechten nooit. Al die nooientjes was toch altijd te gretig om in een pottische gezelschap te wees. O potty alweer. Ha. Al wat hij ooit kon doen was om hem op te tof. En er hem toch niks helpt niet. Hoe hij ooit professor geworden, weet ik niet. Ik wonder of hij nog op Stellenbosch is. Ja, hij is. Ik zou graag zijn gezicht willen zien als hij een van Andries als ons kent. Die oude potty. Hij is misschien nou eindelijk een groot rugbykokkendeur. Mijn man, jij komt alweer met jouw rugbystories. Jij weet ook wanneer hij die kan met rugby spelen. Toen hij op hoogschool rugby gespeeld heeft, hij zijn sleutelbeen gebreken. Zijn benen is brosserig. Dokter Brunk, verzeker mij, daar is niks fout met zijn gebeenten. Jij verbeel je zomaar dingen. Dat zal niet zijn studies bevorderen om in een hospitaal te leiden met gebrekte benen niet. Hoe ga jij voor vier zijn de rugbyspanning doen? Als hij wil spelen, zal hij spelen, al doen hij er ook schelm. Hij is altijd die beste speler op school en hij zou nog aangehouden met spelen na hij zijn sleutelbeen gebreken. Maar zijn ma wil dat niet hebben. In elk geval, hij heeft nog niet weer gespeeld niet. En hij zal niet als je hem niet aanmoedigt niet. Als mijn enigste zoon moet verongelukken op die voetbalveld. Men zou zweren, hij gaat oorlog maken of iets. Ik vraag net dat je hem niet moet aanmoedigen. Nee. En wat moet hij dan doen? Met zijn bek vol tanden staan als een vrouw komt spelen niet? Of moet hij zeggen, mijn mami wil dat niet hebben. Zij zei mijn gebeente is dier en broers. Ha! Andries, kom ik hier. Ja, pa? Wel, boet, je gaat naar de universiteit toe. Dank je, pa. Waar het pa verneemt? Ik heb nou net een brief gekregen wat zei dat je toegelaten is. Het is nou jammer, je kan niet dadelijk naar Matrix gegaan het niet. Maar is nog niet te laat niet en je is nog niet te uit voor rugby niet. Maar, net die laat je maar afhouden niet, hoor. Nee, pa, nee, pa. Krachtig. Als het net een rugbybal was, die. Doe maar, het zal hij nou meer lang duren niet. Ja, nee. Nee, man! Dat je niet geleerd om je ding zo te vatten. Jij zal nooit de eerste span halen als je niet leert hanteren. Jij moet om schoon van. Hier, Solomon. Hier. Zie je? Ja, pa. Nou doen dit recht. Goed, pa. Hier, Solomon.
Otto, toch, zij is zwaar. En die geld groeit nu op je paasrug. Nee, je moet leren, mijn kind. Ja, man. En laat los toch die voetbal. Dat is een gevaarlijke speletje daarin. Tot ziens, mijn kind. Tot ziens, Boet. Tot ziens, pa. Moet niet op professor Portje tussen toe en het trap nu, hoor. Goed, pa. Jij paas is in de eerste spaans weer, hè? Goed, pa. Tot ziens, mijn baas. Die hamburgers. Tot ziens, meneer Solomon! Nou, hoe kom je hier dan? Het is zo mooi, zo lekker zijn nieuwe kleren. Toen ik 6 jaar had, had mijn kleren mij net zo goed gestaan. En je hebt niet toe daarover geheel, niet? Ach, nieuwe man, je hebt maar altijd beginnen aan faaitje gelijk. Faaitje? Kom. Groot getal eerstejaarsstudenten. Ons is blij dat hulle hier is. Ons is blij dat hulle met hulle studies een aanvang kon maken. Onze hoop dat al die werk wat hulle hier doen, het zij in studentenverenigings en studentenorganisaties,
en naar de klaskamers of waar ook al. Maar boven alles. Jammer dat ik nie eerder geskryf het nie, maar daar is so baie te doen in hierdie prachtige dorp, dat ek nie eindelik kans gekry het. Ek het toe pa's raad gevolg om al die besienswaardighede van die eke dorp te besoek, en voel my al so thuis dat ek die al onbekende pieke en die interessante geskiedkundige geboue as my eie beskou. Pa was reg, mens kry 'n aardige gevoel van vertroue in die dorp, asof niks verkeerd kan gaan. Asof die oorspronkelike ou Engelse kerkie en die Victoria College, waar ons universiteit wortel gevat het, hulle gevestigde atmosfeer in 'n mens se gemoed inplant. En dan Wilgenhof, met al sy tradisies, om te dink dat 4 van ons eerste ministers vroeër hier tuis was. Ai pa, dis wonderlik. Dit gee my 'n gevoel van waardigheid om te dink dat ek, soos pa en baie ander groot mense voor my, my nou kan vereenselwig met die grootste ideale en strewe van 'n universiteit soos hierdie. As landboustudent is Elsenburg vir my 'n inspirasie. Maar kan pa my kwalik neem dat het my ook met 'n gevoel van heimwee vul. Ek dink dis die geboue en die algemene atmosfeer van Stellenbosch wat mense laat besef dat tradisie die grondslag is van alles wat stoer en skoon is in ons volk. Ai pa, die plek maak mens skoon en eervol, veilig ingewortel soos die ou eike van Dorpstraat. Dankie pa, dat pa my hierheen gestuur het. Almal hou van die studente, behalwe miskien 'n enkeling wat reken dat ons eerder van die straat gebruik moet maak in plaas van die sypaadjie. Hoe lijkt het? Denk je dat is daarom iets van een maaksel tussen die nivers? De eerste lijkt voor mij maar baie rauw. Ik heb het al erger gezien. En onthou, alle studenten is nog niet hier nie. En wie denk jy met op die bal gehaal vir een gooi? Ek het lus om dat jou spring. Ek is baie jammer, maar ek het regtig gedoen voordat ek gedink het. En waar het jy geleer voetbal speel? Op hoërskool, maar ek het vir die laaste 5 jaar nog nie aan voetbal geraak nie. En as ek maar vra, hoeveelste jaar is jy? Ek is maar kort hierso. O, eerste jaartjie. Kerels, hierdie Gavin is maar sy eerste jaartjie. Nee, maar ek dink jy moet kom kennis maak. Nee, maar ek is pas maas, hy moet gebos word. Kom aan, ek sou graag wil, maar waar kan ek verklee? O, jy is natuurlijk bang vir jou mooi nie my broekie, hè? Moet nie jou laat vermaak nie, short spring aan, man, ons kan altyd later jou broek skoon maak. Ja, kom, kom, kerel, ons jou nie seer maak nie, nie veel nie. Nou recht dan. Wacht, wacht, kerel. Willem, klim die tussen die voorspelers en ek wil bieke hierdie jakentje oor meekry. Kom, kom, kom. Thank you.
graag geld. Hoe lang het jij gezegd, jij niet aan een voetbal geraakt, nee? Dat is jammer, maar dat is die waarheid. Kijk naar jouw kleren. Daarin nieuweling het schijnbaar heel wat aangeboren talent, wat denk jij? Ja, het moet lekker waarvan ons misschien iets kan maken. Kom mee. Hai, jongman, kom hier. Kom even mee op mijn kantoor. Ik is professor Potgieter. Ik zal mijn kantoor in de chemiegebouw vinden. Ja, dank je, professor. En het was voor jou schijnbaar bij je vermakelijk geweest, hè? Het was nogal, aangezien hij voor 5 jaar niet gespeeld heeft, niet? Voor 5 jaar niet gespeeld heeft, niet? Zijn voet. Wel, hij zei het laatst op oorschool gespeeld. Laatst op oorschool gespeeld. Haar naam is Vicky Potgieter. En die heer waar je zo pas uitgezet op je voetbalveld, is niemand anders als de kapitein van de eerste spanning. Ene Karel Verster. En Vicky is zijn nooi. En waar woont zij? Nee, zo moet de bek praten. Ik hou van een brak dat kan spoorsnij. Laat me je geluk wensen met je eerste scredders op je rugbyveld en je keuze van dames. Maar zij is woonachtig te Van Rietbeekweg nummer 47 en alwaar professor Potgieter ook woont en wat haar oom is en wat mal is voor voetbal en wat gek is voor Karel Verster, haar kerel. Het maakt zaken een beetje moeilijk. Ik geloof niet die professor hou eindelijk van mij niet. Beslis niet als je probeert om Karel voor die gek te houden. Maar moet niet dat ik u afschrik. Hier die kleine intriges bekoor mij. En vraag gerust mij laat een bijstand als ik van hulp kan wees. Jij kan. Hoe? Schiet daar voor geleden wat ik haar kan ontmoeten. Dat is de eenvoudigste ding ter wereld. Ik heb laatst op hoogschool gespeeld. Ja, professor, maar mijn paard ben aan het gebruik in plaats. Je weet om pampoen te vangen zo'n handje, of om een ram te pijpen als hij kwaad raakt. Maar dan moet je vader iets van je spel weten. Wat is jouw naam? Bevier, professor. Andries Bevier. Is jouw pa ook Andries? Ja, professor. Heeft u mijn vader gekend, professor? Ja, ik heb het ongekend. En je moeder ook. Je kan me gaan, Vivien. Ja. Terloops, Vivien. Je vader nogal uitgebreid op Stellenbosch. Op meer dan 1 gebied. Ja. Ah, Vicky. Hier wil ik nog afgezonderde gezelschappen mee voeren. Maar hier is zotte daar maar harde baan. En mijn beleefdheid schrijft voor dat ons een vrouw mee ons aan te sluiten. Mejuffrouw Vicky Potgieter, neer Andries Beweer. Aangenaam, juffrouw. Aangenaam. Wil je niet zitten? Aangenaam. Maar dankie, jy het my dan het verstaan die vanmiddag so bezig wees. Ah, nee, maar van ekker, baie lekker vanmiddag in die jas. Was het nou? Maar man, jy het my dan beloof, jy sal die werkje vir my doen. Wat er werk? Jy weet ons, man. Dat is jammer man, maar jij is naar Annabroek moet gaan aantrekken. Ga gerust. Nou, dan kijk ik echt nog naar Vicky Wood. Hij weet, ik denk je dat opzettelijk gedaan. Wel, ik moest me om ontslaan raken. Waar wil je dan voor staan en derde wanneer ik speel? En buitendien, je vrouw mij een plekje te gaan wijzen. Iets wat mijn vader mij van vertelt. En waar is dit nogal? Dus op die wal van die rivier, in de omgeving van die oude brug. Jij moest geen wal niet veel tijd nemen. Maar hoe bedoel jij? Wel, de rivieroevers was een lievelingsplek voor de studenten van alle geslachten. En jij zou het niet graag voor mij willen gaan wijzen, of is het daar te ver? Om die waarheid te zeggen, het is helemaal nabij. Maar ik heb Karel al vast beloofd. Ach, je kan ons alle later ontmoeten. Goed, ik zal jou gaan wijzen. Dat is nou een nooi. Als Karel versterkt naar mij komt vernemen, zeg hem alsjeblieft, ik zal hem later zien. Goed, ik zal. Zeker hier ergens. Dus lieflijk.
Ik kan me voorstellen dat mensen romantisch zou raken in zo'n omgeving. Hoe bedoel jij? Wel, dus hier ergens waar mijn vader en moeder afgehaakt. Het was niet nodig om mijn broek zo te mamos niet. Ach, ons kan dit later jouw broek schoon maken, man. En buiten was jouw eigen schuld geweest. Jij wil mij mos niet een kans geven in je kast dat je nooit van mij geschiet. Kun je mij kwalijk nemen? Kom man, moet niet klopt niet. Jij moet niet zo brutaal wees omdat je al een paar jaar in die school is, niet? Wat sukkel je met mij nooit? Jou nooit! Zij heeft mij niks daarvan gezegd, niet? Wees voorzichtig, soort, of je ziet je kop bij je hart stampen. Ha, misschien zo hard als wie jou op je voetbalveld getampen, hè? Dat is beter. Elkaar weer laten zien. Het lijkt me of je een paar jaar weer bekleed ook, Annries. Je weet, daar is niemand anders hier wat zonder vrouw Karels wil taken, niet? Dat is niet een slechte, Oni. Misschien zou ik net zo mal geraken dat iemand met mij nooit gesukkeld heeft. Is jij verantwoordelijk hiervoor? Ja, ik kon dit geraaien. Die appel is vluchtig niet ver van die boom afgevallen. Nee. Jongeman, dit is een universiteit hier. Niet een oefenterrein van narren. Nee. Ruim op hier zo. Wat heb je nou aangevangen? Dank je, Andries. Eén dag zal ik je gunst aan jou terugbetalen. Jij kan het zomaar nou dadelijk doen. Wat is dit? Zeg mij, wat er aan je oom misschien niet thuis? Nee. Ik wil graag komen kijken. Om je waarheid te zeggen, ga vanavond naar de vergadering toe. Kan ik dan misschien een draai maken om te komen? Ja, denk zo. Je weet, dit zou dan bij je beter geweest zijn als je ook oom van mij gehouden hebt. Ach, het is maar net zijn manier, Andries. Hij bedoelt het niet rechtig, niet? Oeh, ik wonder wie lui nou daar. Verschoon mij. Oeh, is dat jij? Ah, die Einstein. Jong, je ooms nog een hele rukje bij die vergadering wees. Kom eens stap café toe. Niet vanavond niet, Karel. Kom in. Oh, ik is jammer dat ik niet geweet dat ik vanavond een breuk maak niet. Was maak ik maar een andere hand. Moet niet lap wees niet, Karel. Kom zit. Ons zal zeker moet afstaltes maken. Ja, die stap aan. Goeienavond, professor. Goeienavond. Goeienavond, professor. Goeienavond, Ricky. Goeienavond.
Vicky, ik zou niet graag zien dat zaken verkeerd lopen tussen jou en Karel niet. En mijn raad aan jou is om niet veel daarin keren wie weer aan te moedigen. Nee. Lieve pa en ma, dank je voor die brief en die zoetkoekjes. Ma kan gerust nog een beetje boton sturen. Ha, hij is hem nog doodvreed. Ach, oom man. Omdat ik ouder is als die gewone eerste jaar, is het gereel dat ik een kamer deel met een senior. En er is niemand anders dan daar die gave kerel, Jantje de Pree, waar ik laatst van geschreven heb. Ik heb ook een baie oulijke nooi ontmoet. Dus Vicky Potgieter. Dat moet daar in nieuwe kleren. Vicky Potgieter. Maar ik denk hier daar zal iets van komen niet. Want haar oom is een van die professoren. En het lijkt niet of ik enig iets recht kan doen in zij oor niet. Om een of andere reden hou hij niet van mij niet. Ik zweer dus, ouw Potty. Hij heeft mij nog nooit vergeven. Nie. Moet niet bekommer wees over die zo en zo. Solomon, wat de drommel draai jij nou hier rond? Ik wil net gehoord dat we moeten limmen wat je gaan, Bas. Dat gaat goed, toe trap. Ja, Bas. Lies hard op, ik wil ook hoor. Ja, natuurlijk. Moet niet bekommerd wees over die zo en zo niet. En die zwenken en pijpkan waar ik aangeleerd heb, komt mij goed te pas. En, wat bedoel je met zwenken en pijpkan? Hij bedoel zwenken en pijp. Hij bedoel dat hij altijd voor een potje met pijpkan. Dat is wat hij bedoel. Je ziet een potje jongens niet van hem, hij heeft me zo gezegd hier in die brief zien. En dat is alle manier waar hij die nooit kan zien zonder dat een potje hem opmerkt. Mijn kansen om aan die dinges te komen is helemaal goed. Maar Karel Verster is die dinges. Wat zeg het dinges is dit? Wie jij van mijn zoon hier reden recht laat niet al lezen. Karel Verster is die dinges van die dinges. Wat? Hij is zomaar een pure haan, een rijpaard. Hij is een rechte klant bij die nooit. Dat is wat ik bedoel. En een potje hou van hem. Op die... Zo en zo kan hij kringen om staan. Ongelukkig is hij mijn concurrent bij Vicky. Ja, zei. Wat heb ik je gezegd, vrouw? Jullie andere kerel proberen om iets te zetten bij die nooi. Maar hij kan kringen om hem loop samen die nooi. Maar moet niet bezorgd wees, niet. Ik zal die eerste span... Wat zijn eerste span? Hij zal die eerste span zijn kaptein kleingeld maken. Ze hand niet afslaan. Je ziet, jullie andere kerel is die kaptein van die eerste span. Wel, dat is al. Is jij zeker, dat is al? Natuurlijk is ik zeker. Waar is mijn hoed? Jouw hoed? Dat hangt aan die zo en zo. O ja, natuurlijk. Maar moet niet bekommerd wees, nee. Hij verbeeld hem maar, ouw Potty hou niet van hem, nee. Jij verbeel je maar een potje ook niet van jou niet. Wel, als het niet ek is niet, dan moet ik iets wisten wat mijn pa gedoen heeft. Hoe bedoel je nou? Ach man, ik weet niet. Die ouds komt gedurig op mijn pa. Hoe kan ons uitvinden? Hoe op aarde? Je weet, ouw van een spij is al hier vergeslachten. Ik zal een beetje met hom gaan gezels. En kijk wat ik uitvis. Hey, ik moet gaan verkleden. Ons oefen vanmiddag voor die span. Ga zien jij gerust van een spij, hoor. Recht. Die vaste skams is dood tevreden. Alles gaat daar goed. Maar die laatste skams is nog niet helemaal recht. Zij heb ik even die mannen met meer mening inklim. Vastvat aan elke man wat er kan bijkomen. Een pad opstoot oor die bal. Goed, dokter. Thank you.
Wat denk jij? Ik is aangenomen, maar ik denk ik ga een verandering maken. Net zo'n oomblik. Verster! Kom hier, jong. Verster, ons kans is goed. Maar ik denk ik ga een verandering maken. Ik wil bij wie een bron om centrum langs je spelen. Ja, dok. Om je waarheid te zeggen, ik heb diezelfde voorstel aan je hand gedaan. Gaaf. Maar nee, ik zou niet zo'n drastische verandering op die tijdstip maken. Die twee hebben nog nooit samen gespeeld. Ik weet maar, ik denk nogthans dat ze een goede set is. Wel, ik denk jullie oorskat om. Wel, Andries, jou boet na vandaagse spel. Kan al jou niet in de eerste span hou nie? Kan al niet. Heb je daar gesprek gehoor? Nee, vriend, hou porrie het een mes in van mij. Ik moet toch uitvind wat het tegen mij of mijn pa het. Hij steek zelfs een wiki op tegen mij. Ach wat man, moet niet zo bedrukt wees nie. Ek het baie goeie nuus vir jou. Ou van der Spuy het my vertel dat ou Potty altyd 'n dagboek gehou het. En hy meen dat ou Potty daardie dagboek in sy studeerkamer iewers wegbeer het. En as ons dit nou net te lees kan kry, sal ons waarskynlik alles daaruit uitvind wat ons wil weet. Klink 'n bietjie ver gesog. Ach nee, wat nie is ek is nog veel werk doen nie. Jy ken my mos. My middelnaam is Hendrik Brandt. Nee, boerie, ek gaan vir 'n potty kuier by sy huis net vanaand. Dan vir eers en vir altyd uitvind hoe die vark in die hef steek. Ag, man, jy mors jou tyd. Ou Potty sal nie praat nie. Laat dit nou dankie oor, kerel. Wel, ek gaan verkleed. Sien jou later. Ik denk je het iets te verduidelijk. Maar professor... Kom, ons zal binnen gaan gezels. Het is ernstig, weer, bitter ernstig. Je zal meer hiervan horen. Wat moet ik met jou aanvangen? De rechter behoort je geschorst te worden. Dit is niet het gedrag wat ons duldt van een Stellenbosch student, niet? En de man wat komt rondsnuffelen met lessenaar en dan die vijfster ontsnapt, is kwalijk iemand wat hem durf aanbiedt om voor de eerste span van de universiteit te spelen. Ja, jij zal meer hiervan horen. Wat gebeurt? Ik kan het niet zo doen, ja. Wat ga je doen? Ja, ja, wat ga je doen? Ja. Ik heb nu die vaagste begrippen. Jullie maken je verbaasd is niet. Ons ken je moos. En als het de gekskeerder een slag is, jullie leren... Oh, slag! Rechtig, Charles. Ik weet niet. Ik is ernstig. Doe me niet nog eens. Ons ken je goed. En jij moet iets weten. Natuurlijk moet je weten. Kijk, ik heb jullie gezegd wat ik weet. Daar moest iets gebeuren. En ik ga iets. Natuurlijk. Andries, wat is nou in die gang waar je niet speelt? Is het een grap? Nee, er is geen grap niet.
Andries, man, dis was nie soos jy is nie. Wat het gebeur? Het hulle jou uitgegooi? Nee, ek het self gevra om weggelaat te word. Maar dan moet daar mos 'n gewigtige rede voor wees. Kyk, Andries, jy kan my vertrou. Sê my nou asseblief. Ek speel nie, en dis die eind van die saak. Los my nou. Ek weet, jy het een of ander iets van jou vader te hore gekom. Een skandaal of iets. Man, ek sê jou, ek speel nie. En verder is niemand se saak nie. Nou, dames en heren, hier volg een klaviersolo door Karel Verster. Andries nie speel nie? Nee, ek is dus soms al die ander. Die eerste wat ek al van gehoord is, Dr. Craven my sê dat Andries self gevraagd om uitgelaat te word. Ek stap oor naar die sierwaans. Kom jy. Kom maar, hè. En daar is een mooie jong dame hier buiten om jou te spreken. O, baie dankie. Hoe kom jy nie speel nie? Dat is my saak. Net een oomlikkie, kerels. Net een oomlikkie. Andries, wees toch redelijk, man. Ons wil die rede weet omdat ons graag wil proberen om sake recht te stel. As het een potty is, of die breier, sê vir ons. Dan sal ons met hulle weg. Ja. Juste man het nader kom, kry dit. Ach nee, Andries, man. Moet nie dat ons kwaad word nie.
ons gaan die stikstof bepaal in die voer. En dan gaat dus die antwoord vermenigvuldig met 6¼. Die reden van die 6¼ zal ik u nader zeggen. Zoals ik gezegd, dames en heren, is dat drie soorten stikstof. Wat betreft die bepaling van die soorten, gaat ons dus eerst bepalen met die bepaling van ammoniumstikstof. Meneer Rivier, ik vrees je let nu opnemen. Laat me toe, zijn oude man, om je goede advies te geven. Moet nooit toelaten dat je buitenbuurse activiteiten bots met je werk niet. Nou, wat betreft die bepaling van ammoniumstikstof, gaan ons die voer behandelen met geconcentreerde zwavelzuur. Jou in die eerste span, hè? Allemaal hou van jou? Allemaal behalve je oom. Hoe bedoel jij? Ach, ik weet niet, man. Het lijkt me die oude te vreselijke griep die aan mij. Of moeilijk die mijn pa. Zij verbeel jou dingen, Andries. Nou ja, ik moet verder. Maar niet met zo lang gezicht loopt, die man.
moet echt verantwoording doen voor elke student wat verkies om met een lang gezicht te lopen. Nee, oom Herman, maar ik heb daarom reden om te geloven dat iets wat oom gedoen heeft om ontstel het. Of misschien dat iets anders tussen jullie twee gebeurd heeft. Wel, om je waarheid te zeggen, daar heeft iets gebeurd. Maar voor zijn eeuw ontwil wil ik het liefst niet verder bespreken met jou niet. En jou wil je hele aangeleendheid niet verder bespreken. Ik herhaal, je moet hem niet aanmoedigen. Niet. In elk geval, hoekom is jij zo belangstellend? Ik is baie belangstellend. Oom Herman, ken oom Herman zijn vader? Ja, en zijn moeder. Die laatste brief van die kind het mij rechtig ontstel. Ik heb gemeen dat ons zoon stralend gelukkig zou wezen aan de universiteit. Maar ik geloof niet dat iets ernstigs verkeerd is. In die begin was alles ook in die haak en dat het geklink of hij gelukkig is. Zal ons niet van een telegram sturen om te zeggen dat ons komt kuier nie? Nee, ons gaan hem verras. Ik brand om uit te vinden wat die kind zo ontstel het. Maar ik zei je dus ook potje wat hem zo ontstel het. Ik zei je zo potje wat hem ontstel het. Maar hoe? Denk jij dat het iets te doen met zijn studies? Misschien niet, maar... Waar is hij? Ik weet niet. Tegenwoordig besteed al zijn vrije tijd aan eindeloze tochten in die bergen. Dank je. Denk je dat kan iets persoonlijks tussen hem en mijn oom wees? Dat is wat ik wil uitvinden. Heb jij ook al geprobeerd? Beslis. Anders is het mijn vrouw om iets te doen. Hij is hoogst bekommerd. Hij begon al denken dat zijn pa iets verschrikkelijks aangevangen toen hij student was. En dat jouw oom iets aan mij te doen had. Ik vrees ik zal niks uit mijn oom krijgen. Hij is zo koppig zoals een muil. Kon je niet iets uitvinden? Nie? Wel, van spijt mij vertel. Laat je oom een dagboek gehouden na jaren. Die andere studenten door mijn gepest. En als ons niet dat hij dagboek in de handen kan krijgen, kan ons daaruit alles uitvinden wat ons weet. Ik heb daar iets geprobeerd. En niet zo ver is hij lesnaar gekomen. Maar ongelukkig had hij mij amper probeerd er daar te trappen. Het is de eerste spanspeler die die venster geduikt. Maar hoor eens zo. Jij woont ons bij ons. Jij hoeft niet door die venster in te springen. Nie? Zij dagboek. Dank je. Ons komt toch tenminste café toe gestapt en een kopje koffie gaan drinken. Wat is jouw haas? Niet vandaag, nee, dank je. Daar is iets wat ik moet doen voor mijn oom terugkom. Je moet mij verskoon. En wanneer kan ik om kuier? Niet wanneer je wil. Tot ziens. Tot ziens. Wat maak je daar? Wat is daar mijn lesenaar wat allemaal wil hebben? Eerst Vivien en nou jij. Vivien? Heeft oom Herman hom hier gevangen? Ja, die andere aan toen ik thuis kom, toen zie ik iemand bij mijn lesenaar. En toen hij mij hoort, duik je door daar in venster. Duik hij door in venster? Ja, ik heb hem achtervolgen en ik heb hem in die tuin gevangen. En tot mijn verbazing moet ik vinden dat het Vivien was. Oom Herman maakt een groot fout. Vivien moest voor een andere reden hierheen gekomen het. Ik ging niet om voor wat de reden hij hierheen gekomen het niet. Toen ik hem onder vier ogen kreeg, had hij niks ontken nie. Maar hij zou dit niet ontkennen. En weet om Herman hoekom? Omdat hij iemand anders beschermt. Ik ging niet om wie dit was niet. Wat ik wil hebben is een verduidelijking van jou. Wat zoek jullie bij mijn lessenaar? Ik is jammer om Herman. Maar ik moest het doen voor Vivien. Hij is vreselijk bekommerd. Maar wat het zijn bekommernissen te doen met klopjachten op mijn lessenaar? Hij meent dat om Herman op hem pik over iets wat zijn pa gedoen het. En ik het gezoek voor om Herman's dagboek. Wat misschien voor ons kan zeggen wat gebeurd het. Zo, dus wat jullie gezoek het, mijn dagboek. Wil jij mij zeggen die zin denkt dat ik hem kwalijk neem voor dingen wat zijn vader gedoen het? Goeie genuchtig, Vicky, als het niet hij was en dan wordt hij dan geschorst voor iets wat hij niet gedoen het niet. O, oom Herman, nu dat oom Herman weet wat die waarheid is, moet oom toch iets doen.
Hij het al bitter gelei. En ons wil allemaal hee dat hij moet speel. Maar wat denk je wil ek hee? Denk je niet ek wil hee dat ons moet winnen? Nie? Kan jij mij daarvoor aansprekelijk houden dat de jongman denkt dat ik hem blameer voor dingen wat zijn vader gedaan heeft? Maar wat heeft zijn vader gedaan? Moet je niet daarover bekommeren. Nie. Ons kan het later bespreken. Kom eens gaan zoeken. Hij is een van de beste spelers van ons verjaardag gehad. Hij moet terug in die span. Zelfs beter dan jouw kerel Karel Verster. Tussen haakjes, is hij nog jouw kerel? Kom eens gaan zoeken. Kom. Baie dank je, oom Herman. Kom eens gaan zoeken. Is we weer in zijn kamer? Waar is hij? Ik weet niet, professor. Hoe kan je niet weten dat jullie dan kamermaat? Wel, professor, om je waarheid te zeggen, hij heeft niet verleden nacht in zijn kamer geslapen. Wat is dit? Hij heeft om die hele gistermorgen gezet en kwel over iets. En zo toen hij aan te heeft mij gezegd dat hij gaat stappen. En ik heb hem sindsdien nog niet weer gezien. Hoe kom je dan niet die voorval aangemeld, niet? Ik wil wachten, kijk, professor, of hij niet ook vanavond zo eens te komen. Kom, Vicky, ons moet hem gaan zoeken. Verneem je ook. En als je hem raak loopt, dan zeg je hem, ik wil hem dadelijk spreken. Ja, professor. Kerels, kom ik hier. Heb je van jullie misschien de andere rivier gezien? Nee, professor. Kijk, als je hem raakt op zee, dat ik hem dadelijk zie. Zeker, professor. Ja, zeker. Professor! Professor! Professor, uit Pieke toe geloop. Is je zeker? Ja, professor. Ik heb het verneemd toen die dorp uitgestapt het naar die richting. En daar was andere mensen ook wat om gezien het koers van Pieke toe. Oom Herman, dat was gestrand te dicht te mis oor die berg. Hij het zekerlijk verdwaald. Hij is mondelijk zelfs geseerd. Ons moet iets doen. Gauw, ons moet iets doen. Ja, ja. Wie van jouw maats is klimmers, Dijkie? Ik zal zomaar dadelijk al die beste klimmers bij elkaar krijgen, professor. Karel kennen allemaal. Ik gewoon niet Karel zal gaan, niet? Natuurlijk zal hij, oom Herman. Ik is zeker hij zal. Meer als hij weet dat Andries terug is in die span. Nou toe, goed. Spring, Dankie. Kom, Dankie. Thank you.
Andries. Andries, man, ik is blij ons in jou gekry. Dag, Rijntje. Man, een potje heeft een fout gemaakt. Je hoeft niks meer bekommerd te wees nie. En je speelt nog met InterVarsity. Maar die herrie maak je hier, jong. En dit terwijl je zo super die eerste span. Dat is jammer, Karels. Ik vrees ons te laat. Ik heb mijn enkels weer even gestuurd. Maak het zeer, Andries? Niet eindelijk, niet. En wat doe, Karels? Ons moet een plan maken. Andries, ga je de aftrap? Ja. Ja, kom. Karels, ons draam terug. Nee, ik zou recht. Een stuk af van die Karels, stel hem ons moet zaterdag winnen. Geen argument in die Karels vatzaam. Dit is zijn ouders, meneer en mevrouw Vivier, dit is Vicky. Hoe gaat het met hem? Hij heeft zijn enkel beseer. Wat? Ik had je moest gezegd, zijn benen is broos. Daar is niks verkeerd met zijn benen niet. Waar is hij? Ik denk alleen neem hem kamer. Klets! Wacht voor mij, anders. Dank je, Brengai Kassingman. Leed terug, anders. Waar is hij? Waar is hij? Wat er benen is dit? Wat wil pa je zo? Ik kom zorg dat je in de eerste span speelt. Nee, dat is niks niet. Ik zal nu nog rekenen. Mijn kind. Ach, mijn kind, wat het gebeurt. Dag, ma. Ik heb jou gezegd, je moet voorzichtig wezen met jouw benen. Vrouw, daar is niks verkeerd met zijn benen opgebeurd. Waar was het geweest? En die bergen, ma. Je laat weer gaan bergen. Ja, ma. Waar? Andries, jouw been zal recht komen. Maar hoe leek het met jouw gemoedstoestand? Wel, professor, ik verstaan alles is nou weer in die haak. Maar ik zou hem graag wel weten. Wat dit is een paar professor gebeurd? Daar zien we nou tijd aan voor, niet? Ons moet eerst weer enkel speelbaar krijgen. Nee, Andries, ik denk die zin verdient een verduidelijking. Je ziet, jouw pa... Hij was beroemd als een grapjas. Maar ik kon niet door dat iemand die gek met mij skeer, niet. Dit was baie jaren geleden. Net na die laatste wedstrijd van ons studentenleven. En daar had ik en jouw pa altijd heftig met elkaar gewet even om je hand van een gave noontje, wat verdacht jouw moeder is. Ons was nooit zeker van wie zij de meeste hou niet. Maar ik is tot vandaag toe nog overtuigd daarvan dat echt die gelukkige een zou geweest zijn. Je ziet, hij heeft geweerd, zij wacht daar buiten voor mij. En toen ik die trui over mijn kop trek, laat vat hij mooikjes met al mijn kleren. Nou ja, hoe kan een man jou nooit gaan redden zonder een vroeg? En dit is hoe je vader je moeder van mij gesteeld heeft. Toen ik weer van haar verneem was al getrouwd. Dat heeft mijn hele leven veranderd. Ik heb nooit weer naar een andere vrouw gekeken. Nee. Ach man, jij beseft niet die gunst wat ik jou aangedoen heb. Nee. Ik denk eens recht, Jan. Mooi speelgoed. Dank je wel. Dank je. Zelf gezegd. Bye, dank je meneer Vier. Mooi speel, Gerrits. Dank je. En zorg dat je erin bent. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Mannen is dan blij als een IBM voor jou bij deze recht gekregen. En zo terloops, wie neemt vanavond van Vicky uit? Ik had gedacht ik zou, maar ik kon niet een bepaalde antwoord van haar krijgen. Wel, ik ook niet. Maar ik zou zeggen wat ons mag. Die een waar die meeste punten aantekenen mag.
Recht, broer. Top. Kapitein in die bal, hij ging niet uit nie, als uitgegeven dat we bij hier was die kans rond geweest om verder aan te tekenen, maar hij is daar vastgevallen, die loop met balaal. Hij brengt Brekka toe, het is geen voorspeler zijn, maar hij laat die bal niet uit die. Hij onderschat ze zitten maar, we weten waar die man staat langzaam, maar hij laat die bal niet lopen. Zwitse verbijtskop is net skrams links voorbij. En die telling dan aan die interwaarste wedstrijd tussen Aikies en Maties is nou 3-0 en die guns van die Aikies. Ik hoop net, hij breekt niet een been of iets. Als hij een balletje niet breekt, ik zijn verbrande nek. En daarmee nog 5 punten bij voor de Aikies. Dit schuift de telling op naar 8-0. 8-0 en die gunst voor de Aikies. Zo pas een 3-deer loop, wat voor 5 is de heer Smith. Die maat is opgedraaid om af te schoppen, schop af in de richting van de Aikies halfgebied. Een loskram ontwikkeld netwerk aan de Aikies halfgebied. En die maat is hakkiebal. Is die telling nou 8-5, ja 8-5 en die guns van die Aikies. Stel op onze voorspelers is goed, maar die snelste die kan maar net niet op dreef komen. Daar is die Marische voorspelers alweer. Een hakkiebal en dan voer je achterlijn.
En na Brown zijn prachtige drie, waarvoor hij die laatste twee trains zo op zijn maag geschuift heeft, en wat mooi voor Pijpers de Smit, is die telling nou 13-5 van die guns van die uit. Moest believen. Wat de juist vang je aan? Denk je is de enigste man in die span? Denk je is de enigste man op het veld? Als jij en we niet nou die bal uitgaan, is dan echt met jullie afrekenen. Zal echt met jullie afrekenen. Man, Karel, dan wil ik slecht. Jong, je is recht. Ik denk ons vergeet van Vicky en spelen om te winnen. Ik stem samen. Ik zie je wat. Iemand af een man had eerst naar die wedstrijd vragen voor die dans? Niemand vanavond. Top. Ja. Die bal op. Hij geeft dadelijk uit aan Meiring. Die schop haastig in naar de duskant toe. En die bal is uit omtrent 10 treden binnenkant. Die haakjes halen weer naar de duskant van het veld waar nu alleen staan gevormd wordt. Hier is nu die resultaat daarvan. Een pracht 3 deur Verster, wat mooi voor 75 voor Vigier. Hoog tussen die palen is die bal deur. Die telling dan nou 13-10 in die Aikiese gunst. Die maties krijgt dus nou stadig nader. Tussen Bebeje en Verster, uit naar die Vleelroe en weer terug naar Bebeje, het heeft voorgeduid om die telling nou 13-11 te maken. Nou ja, nou hangt het af van Bebeje's verpijpschop, wie van ja zijn interwaars die gaan winnen. En hierna zal die invloedje zich erop plaatsen. Zie je wat ik bedoel?
Die appel verbrandt toch niet zo ver van die boom af niet?